receptie is daar, maar niemand is aanwezig. Het is zelfs donker onderaan de receptie, al dus niemand is daar. Maar hij bedoelt natuurlijk de booking site. Google heeft een... Echt waar? Hé, ik zie ook iets, denk ik. How can I help you? Yes, so I booked a hotel room in Germany. Je hebt best kans dat wij zo meteen de enige gasten in heel het hotel zijn. Waar is hij? Waar is hij? Hij is daar. Ik wil alleen kijken. Laat me rustig. Jawel, sorry. Laat me rustig. Ja, wat ga ik wel doen, gasten? Hallo? Wow. Dus waarom? Ja, maar luister nou. Die andere luister. Doet dat er geen sleutel. En oh ja, like voor extra geluk. Ik ben hier op een plek waar ze letterlijk al het soorten Amerikaanse snoep hebben. Het is echt insane. Van Reese's ontbijtgranen tot allemaal verschillende soorten chippies. En het gaat helemaal door deze kant op. Het is echt ongelooflijk. En natuurlijk, voor iedereen die van Oreo's houdt, een Oreo-afdeling. It's amazing, bro. En hier is zelfs een afdeling met alleen maar het zure snoep. En natuurlijk de typical American Twinkies. Oh my gosh, ik moet me hiervan weghouden, want alles gaat anders mee. Oké, dit hier is het gedeelte met het allerzuurste snoep. Ik heb het net even gevraagd. En ik neem deze mee. Dat is een sour candy bar. En ik neem de sour smokeballs mee. Allemaal Amerikaanse drankjes. En ze hebben zelfs een zombie apocalypse drank. Als je dit drinkt, overleef je elke zombie apocalypse. En als je dit drinkt, ben je een kat in de ruimte. Ik ben in een winkel met actiefiguren. En ze hebben een zeer zeldzaam goud actiefiguur. Alleen hij kost wel 30 euro. Waarom zijn gouden dingen altijd zo duur? Maar gelukkig hebben ze hier nog heel veel andere actiefiguren. Ik ga waarschijnlijk zometeen in de winkel uitgezet worden omdat ik hier veel te lang ben. Soraya heeft de allergrootste Funko Pop ever gevonden. Deze is super zeldzaam. Het is een baby Yoda uit Star Wars. En hij is bijna even groot als Soraya zelf. Kijk hoe mega. Wat is de prijs? Ik ben er echt benieuwd naar. Is dat er een prijs bij? Geen prijs? Nee. Oh, wat denk je dat die kost? 60? Nee, ik denk meer. Het is echt een mega ding. Ik zou maar niks meenemen in deze winkel zonder dat je het afrekent. Want we got the policeman over here. Lego versie, oké. Uit hoeveel blokjes denk jij dat deze rakker bestaat? Ik heb geen idee, maar hij heeft een iPhone. Dus je moet niet spotten met hem, want hij doet zijn zonnebril af. Hij kijkt je heel zwoer aan en hij zegt, hey, ik ga je een bekeuring geven. Oké, ik heb hier een speciaal soort slime gevonden. Een soort van lava slime. En hier is een scanner. Dus je kunt erachter komen hoe duur het is door te scannen. Soraya, als jij de prijs kunt raden, je mag 50 cent ervan afzetten, koop ik hem en anders niet. Ik geef je één tip. Ik had deze ooit in die cola variant, weet je nog? En toen was die best wel prijzig. Ik geloof echt een euro of... 13,95 euro. Hoe duur? 13,95. 13,95. Voor slime, Soraya. Jij ja, is het duur slime. Oh, oké. Okay. 13,95 voor slime. Ben je in de war? Nee. Oké. 5,99. Nou, scan hem maar. Scan hem maar. Als je er 50 cent vanaf zit, dan koop ik hem. Krekel sound effect. Zelfs de krekels hebben er geen zin meer in. Ik doe het wel. Chut, chut, chut. Soraya, dit is niet je sterkste kanten. Nee. Stop. Doe het nou. Probeer het dan. Nou, kijk, let op. Dan ga ik het in één keer doen. Kijk. Prijs, auskunft. I got you, bro. I got you. Weet je, we worden wel verrast bij de kassa. Let's go. Ze hebben hier letterlijk drolletjes. En in de drolletjes zit een fossiel. Als er iets is wat Dutch Schuber niet kan laten liggen, zijn het poepfossieletjes. Dus ik neem er één mee. Ik weet niet wat ik doe in mijn leven. Waar is Soraya eigenlijk? Soraya? Het lukt niet. Serieus, je bent er nog steeds. Maar hey, ik heb een poepfossiel. Ik heb de prijs of 60. We got this, bro. Oké, ik hou van mystery figures, maar we maken deze afspraak. Als ik er meer dan 50 cent naast zit van wat die kost, mag ik hem niet kopen. Oké, kijk er even naar. Ik denk 2 euro. Sorry. I think I broke it. Oh, oh, er stond, wat stond er? 2,99. Oké, maar ik mag er eigenlijk maar 50 cent naast zitten, dus helaas. Ik dacht 2 euro namelijk, dus hij moet weg. Oeh, ze hebben hier letterlijk gewoon drakeneieren. Soraya, pak er één en ik daag jou uit om de prijs te raden. Wat denk je dat die kost? 59,95. 60 euro! Voor dat! Wat denk jij dan? 30, I guess? Natuurlijk niet. 60 voor een ei? Stop. Nee, ja, maar er zit een ding in. Een draak? Ja. Ja, nee, voor een leeg ei betaal je helemaal 30. Als één van ons gelijk heeft, gaan we hem halen. Ik hoop echt dat we geen gelijk hebben, dat zou vreselijk zijn. Hoe duur is die? Oh my gosh. Het zit letterlijk tussen onze gok in. Ik dacht 30, jij dacht 60, hij is ongeveer 45. Niemand mag hem. Ik heb hier serieus de duurste slime ter wereld gevonden. Ik weet zeker dat Soraya de prijs niet kan raden. Soraya, dit is een potje met Smart Kinetic Slime. Hoe duur denk je dat het is? Dat is wat jij nodig hebt. Ja, dan word ik slim. Hoe duur denk je dat hij is? Hij is duur. Maar hoe duur? Wel in een metaal potje zit denk ik 9,95 euro. 17 euro. Nee. Voor slime. Je bent niet smart als je die koopt. Kijk nou toch naar je.
Kijk wat ze met je hebben gedaan. Ze zien je als niets meer dan een attractie. Pak zijn organen maar, het doet hem vast niks. Nee, ik doe het niet. Ik ben niet als de rest. Ik ben erger dan dat. Sorry man. Hey, I feel you. Waarom ben ik altijd te vinden in de slime- of badbommenafdeling van een winkel? Omdat ik mijzelf er niet toe kan weerhouden. Deze gaat mee. Mini-eieren? Mega-ei? Super-mega-ei. Het ding is, deze kostte gewoon letterlijk 70 euro voor een eitje. De German McDonald's met een speciaal menu wat we niet kennen in de Belgium en de Netherlands. Wat zou je doen? Je zou een dansje voor me doen. Ja, maar nu zijn de... Ik trakteer als je een dansje doet. Nee. Ja, want je weet dat ik sowieso wat trakteer. Ja. Geniepig ben jij. Joep, kijk. Oh, ze hebben gewoon een roze rode sundae. Maar ik moet zeggen, ik wil deze sowieso proberen. De Oreo McFlurry met een soort van aardbeien. En deze die vind jij heel lekker. Ik wist het. Waar je in België en Nederland bij een groot menu gewoon één grote patat krijgt, krijg je hier in Duitsland bij een klein menu een grote patat. En bij een groot menu twee keer een grote patat. Hey Duitsland bro, you're amazing. Alright, the order is in. En de McRib is sowieso een Germany only. Hij is vast ook wel op andere plekken van de wereld, maar in België en Nederland niet. En we hebben hier een special. En ik ga deze gelijk even aan Soraya geven. Maak hem open, girl. You already know what it is. We laten even zien wat erin zit. Het zijn jalapeno's met een ongelofelijke laag kaas. Oh, jongens, toch. Volgende. We hebben hier namelijk dik vegan. Hey, geen enkele koe. Oh, gosh. Dat is echt een hoop sla. Dat is wel echt een hoop sla. Hij heeft een relatie met sla. Ik moet zeggen, hij ziet er wel lekker uit. Hij ziet er heerlijk uit. Maar ga eens even kijken of hij ook zo smaakt. Oh. Ja? Proef je dat het geen vlees is? Ja, maar heel lekker. No meat at all, oké? Okay? Let's go. Ik proef dat het op een plantbasis is. Het is soja. Dus een ander niveau. Oh my gosh. Alright, let's go. Oké, ik heb dit nog nooit eerder bij McDonald's gezien. Het zijn een soort van hashtags. Ranch. Oh my gosh, that's a secret sauce. Oké, let's go. Ranch is een typische Amerikaanse saus. Maar ik denk dat die heel lekker zijn. Proef het zelf maar. Er zit ook een random frietje in, hè? Zo sad. Vond ons hem gelijk even uit zijn lijn, want hij is alleen hier. Oh, dit is lekker, joh. En dit is iets voor Soraya. Ik hou hier niet zo heel erg van. Wat is dit? Appelflap. Go ervoor, flap. Is hit. Wat rook komt eruit. Welkom. Mm. Heel cinnamonachtig. Ik heb ooit een cinnamon challenge gedaan, sinds die heb ik een trauma aan cinnamon. Appelflap, joh. Oh ja, er zit cinnamon in. Ja, tuurlijk. De McFreeze. En ik wist echt serieus niet dat ze het bij McDonald's hadden. Nee. Ik weet, dit is echt jouw ding. Mango, ananas. Ananas, SpongeBob stijl. Past perfect bij die appelflap, hè. Oké. Oh my gosh. De McRib. Deze was ooit gewoon weg uit elke McDonald's ter wereld. En toen kwam die terug en iedereen was blij. Hij is ook helemaal ingesmeerd met de saus. Oh. Je hangt ook helemaal onder ook direct, hè. Oh my gosh, deze is echt sick lekker. Alright, we zijn hier bij een verlaten ijssalon. It's closed. En ik had zin in ijs. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de allergekste ijsjes gevonden die er bestaan in Europa. De wereld. Het universum. De allereerste is Batman-ijs. Hey, kom op, wat kan ik zeggen, man? Batman is half vleermuis, half Batman. Maar de vraag is natuurlijk, gaat hij er hetzelfde uitzien als op de verpakking? Oh my gosh. De waarheid komt naar boven. Ik weet niet of ik het zo goed kan vinden met de waarheid. Nou, weet je, laten we eerlijk zijn. Als je een ijsje haalt... Ik weet niet waarom ik een telefoon pak. Als je een ijsje haalt, dan gaat het om de smaak en niet om het uiterlijk. Let's go. Laat ik het zo zeggen. De smaak komt overeen met het uiterlijk. Oh. Waarom deed ik dat? Ik vergat helemaal dat ik op mijn bank zat. Ik ga dat zo meteen schoonmaken. Met mijn tong. Als er iets is wat je van mij moet weten, dan is het dat ik verslaafd ben aan Nutella. Heeft hier weinig mee te maken, maar ik heb mini Oreo's, oké? Okay? Dit zijn gewoon letterlijk de allerkleinste, de allerschattigste, de cutest Oreo minis. Oh my gosh. En we gaan ze proeven. Let's go. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Oh my gosh, de binnenkant smaakt naar de Oreo Queen. En de buitenkant, heel veel chocola. Bruinpruis. Oh my gosh. Milka, misschien wel het allerbekendste chocolademerk, heeft een ijsje op de markt gebracht. En het is een bol. Het is een bal. En voor iedereen zegt dat ik een groot voorhoofd heb, ik ga hem breken met mijn voorhoofd, oké? Okay? Amazing. Oh my gosh. Het is Milka met Milka en Milka. De grote vraag is, zeg maar bij die cornetto's, is er dan onderaan het rondje chocola? Maar is dat hier ook zo? Wauw. Ja, chocolate on chocolate on chocolate. I'm so happy, bro. Het meeste ijs wat ik tot nu toe heb gehad was vanille-ijs, roomijs, schepijs, maar waterijs. En de voorkant is best wel veelbelovend. Hoe gaat het in realiteit eruit zien?
Oh. Nou, ja, een soort van. Het lijkt er wel alsof hij onder een vrachtwagen terecht is gekomen, maar misschien geeft dat het juist wel de geheime smaak. Let's go. Oh, dat is heel zuur. Oh my gosh. Dit is geen waterijs, man. Het is zeg maar, het smaakt alsof ik in iets van gelatine bijt, maar het heeft toch de smaak van waterijs. Oh, mijn voortanden. En ze zijn nog wel zo groot. En last but not least, Haribo Gummy Ice. Het is alsof aardbei en vanille een kindje hebben gekregen. En ik heb de eer om hem op te eten. Dat klinkt niet vriendelijk. In ieder geval, hier onderin zitten nog allemaal kleine gummies. Oké, nou hier zitten allemaal gummies in. Let's go. Gummies. Ik heb nu een vingerhoedje. Ben ik ook tevreden mee. De gekste ijsjes ever. Ik ben tevreden. You go in Google and you... Wat is de hotel open? I don't know. Lang verhaal kort, we boekten een hotel, we kwamen aan, er was niemand, dus we belden. You don't know if the hotel's open? Yeah, I don't know if the hotel is open. Okay, well, thank you for the information. Yeah, no problem. Okay, bye. Hey, we hebben een hotel geboekt, maar hij is gewoon gesloten. Want er staat hier, druk op 01 voor receptie. Ik druk 01, dingetje gaat piepen, komt ziek veel licht. Receptie is daar, maar niemand is aanwezig. Het is zelfs donker onderaan de receptie, al dus niemand is daar. Maar ik heb al betaald, ik heb geboekt, ik heb alles. Soraya, wat nu? Problemo. Neem even buiten alle grappen om, wat nu? Want ik sta hier nu wel, hè. Vreemd in Duitsland gewoon. Ze zijn dicht, hè. We hebben een dicht hotel geboekt, bro. Hoe kan dat? Hé, maar wat zei die man? Zo'n alientje. Hoorde je dat? Nee. Dat is een elektrische auto. Soraya, we kunnen niet naar binnen. Waar ben jij mee bezig, bro? We zitten vast. Hey, ik ga hem nog een keer bellen. Ja, Job, je hebt al 4 keer. Ja, maar ik snapte hem niet. Wat zegt hij? Hij zegt Google. Oh, maar hij bedoelt natuurlijk de booking site. Google heeft een. Gewoon licht aan. Echt waar? Nee, serieus. Het licht is uitgesproken. Sorry, maak hier nou geen horror things van, alsjeblieft. Hey, ik ga die code gewoon kraken. Sowieso is sowieso 1, 2, 3, 4. Oké, is niet 1, 2, 3, 4. Oh! Ik dacht echt dat het werkte. Camera's. Oh, daar. Hey, let me in, please. I booked hotel room. Help me. Hey, ik zie ook iets, denk ik. Wat? Daar, ik zie denk ik iemand lopen. Hey, er zit niet iemand daar te pitten toch of zo? Okay. Dat ik hem wakker maak, bro. Ik zie, kijk, daar is de receptie. Reception. Een beetje stil, Preston. Het is laat, hè? Waar ik heb geboekt. Laat me hun gewoon bellen. Ja, moet hun bellen, want dan moeten wij een nieuw hotel regelen. Oké, wacht hier. Blijf aan de lijn om een Engelstalige medewerker te spreken. Om een nieuwe reservering te maken, kunt u er ook voor kiezen de boeking blijf aan de lijn voor een Engelstalige medewerker. Hell yeah, fam. Dit maakt mijn nacht wel goed. Nee, mij ook. Als we nou het hotel niet binnenkomen, ga ik gewoon even dat bellen om dit nummer te horen. Dan voel ik me weer oké. Het is echt zo'n ringtoon van vroeger. Dat is echt zoiets van... Ik ken deze, denk ik. Echt zo eentje dat je in een koude nacht in een bus op moet slapen, maar je geen hotel meer hebt. Dat heb ik vaak meegemaakt. Shout-out naar mijn oma, die wil dat ik mijn kamer opruim. Het is momenteel erg druk op onze Nederlandse lijn. Of zelfs annuleren. Dat wil ik niet. Oh, daar gaat de muziek weer terug. Oké, je wil even een kleine announcement maken en nu weer hyping up again. Voor alle duidelijkheid, we hebben een hotel geboekt. Alleen, schijnbaar is het hotel gesloten. We booked a closed hotel, bro. Oh, daar gaan we. Thank you for calling. My name is... Who do I have the pleasure of speaking with today? Hello, you're speaking with Job. I have a question. Okay, how can I help you? Yes, so I booked a hotel room in Germany. Well, I think it's closed because we're standing in front of the hotel. We called the number from the hotel, but yeah, well, I think it's closed. All the lights are out and no one opens the door, so we, yeah, problem. Okay. I do apologize about that. Let me go ahead and check. Yes, that's okay. Oké, okay, thank you. I'll be right back with you. Ze gaat u nu bellen. Jij wordt even in de wacht gezet en dan komt ze terug op je. Wauw, jij zou echt hier moeten werken bij me, man. Jij bent echt wat je zegt, hè. Wauw. Oké. Ze gaat hun nu proberen bellen, maar zij gaat niemand aan de lijn krijgen. Nee, ze gaat weer een slaperige... Nee, ze gaat hem krijgen. Ja, zij gaat weer een slaperige man krijgen die zegt... Mijn nummer staat per ongeluk bij die site, maar is niet van mij. Of is wel van mij, maar ik heb niks met het hotel te maken. Oké, dus even, ik ga nu het verhaal kort uitleggen. Ik boekte hotel in Duitsland. Hotel in Duitsland schijnbaar dicht. Ik bel man van hotel. Man van hotel zegt, ik niet ben van hotel. Ik zeg, oké. Dat is het probleem. I just spoke with the manager. He is off site right now, but he said he would call the owner.
and he would get back with you. So I did send them an email, so we would have to wait 30 minutes to see if the owner comes out, but he said that the owner should be there, so he's calling the owner now. May it be possible, because it's like pretty late in the evening, may we book another hotel and just cancel this one? We would have to wait the 30 minutes. Thank you for the good service. Was there anything else I could help you with? No, we'll just wait the 30 minutes. Okay, perfect. Okay, maar het probleem is, die 30 minuten maakt mij niets uit, ook al is het 11:30 s'nachts. Alleen ik heb gewoon zo'n idee dat dit langer duurt, want ik heb dit soort dingen vaker meegemaakt. Ja, het gaat zo, denk ik, langer duren. Ja, meestal duurt dat echt lang. De manager van het hotel, hij is binnen, maar schijnbaar is er iets gewoon niet goed gecommuniceerd met de website waarop dit hotel wordt aangeboden. Dus je hebt best kans dat het hotel eigenlijk vandaag helemaal niet... Er gaat een licht aan. Ja, dat is van het hotel. Misschien dat de manager van het hotel hier ook gewoon woont. En die heeft geen idee wat er aan de hand is. Die denkt, oh nee, mijn hotel staat op open via allemaal booking websites. Ja. En nu staat er iemand voor mijn hotel te wachten. Maar ik ben eigenlijk niet open. Dus daarom dat ik zeg maar zo was van, oh, het is 11:30 s'nachts. Ik heb zo'n idee dat ik binnen een half uur ga horen, zoek maar een nieuw hotel. Nee, je krijgt een refund, je zoek een ander. En ik weet eerlijk gezegd niet of ik om 12:00 s'nachts, want dat is het dan op dat moment, of ik dan een nieuw hotel kan vinden. Zij zegt dat hij binnen is. Hey, het licht ging wel aan. Maar ik word gebeld. I'm sorry? I am calling from hotel. Yes, we're standing in front of the hotel. We booked a room today. Yes, but I am coming in 10 minutes. In 10 minutes? In 10 minutes, sir. Okay, thank you, sir. We'll wait here, thank you. Okay, bye-bye. Have a nice evening. Okay, dat is de manager van het hotel. Hij is er binnen 10 minuten. Goed nieuws. Okay. Hij is hier niet, denk ik. Luister, ik denk dat hij letterlijk geen idee had dat zijn hotel nog op open stond weergegeven. Je hebt best kans dat wij zo meteen de enige gasten in heel het hotel zijn. Als één. En weet je waarom ik het zeker weet? Ik boekte deze en ik zei nog tegen jou, wat raar. Er staat al de hele dag dat er nog één kamer over is. Want vanochtend checkte ik hem. Stond er één kamer. Vanmiddag checkte ik hem, er stond één kamer. Ik denk, maar hij is zo goedkoop. En hij zegt, ik ben er binnen 10 minuten. En weet je hoe we het zeker weten of we de enige in de hotelkamer zijn? Licht ging uit. Als hier zo meteen de manager aankomt rijden. Want dan is hij dus niet eens in het hotel aanwezig. Maar dan komt hij letterlijk voor ons nu het hotel openen. Bro, dat is ik ben wel bang, man. Want even no joke. Kijk hoe eng dat is. Dan is dit hele hotel is gewoon empty. Oh my gosh, dat is echt. Okay, dus again. Als daar zo meteen de manager is, dan weten we dat het hotel gewoon officieel open is. Maar dat er gewoon iets fout is gegaan in de boeking en de communicatie. Maar komt de manager zometeen ineens hier aanrijden, wat denk ik zometeen gaat gebeuren, want hij zegt ik ben er in 10 minuten, dan betekent dat dus dat Soraya en ik de enige in het hotel zijn. Dat de manager blijft, want ik vind het wel eng. Hey, ja, hij zal misschien wel blijven, maar dan ook echt alleen voor ons. Jezus, Soraya. Okay. Doe licht aan, dan weet hij in ieder geval dat wij het zijn. Ja, hou mijn telefoon bij je. Did I call you out of bed? Yes. Oh, I'm so sorry. You're coming from Holland? From Holland, yes. Is there no one in the hotel tonight? Yes. Thank you for helping us out. Ik vraag aan hem, heb je aan bed gebeld? Hij zegt ja. So no one is in the hotel tonight? Sixth room now. So I'm alone in the hotel? There is no sixth room. Oh, waar is hij? Hij is daar. Is there a shower in the room? Yes. Thank you so much. Have a nice night. Hey, we zijn er. Het is gelukt. Oh my gosh, het was echt een ervaring. Okay, dus we zijn wel de enige in het hotel. Dat is soort van cool. Oh, kunst. Ja, want ik vroeg eigenlijk meer voor de grap van, hey, did I call you out of bed? Ja. Maar ik moet zeggen, echt een topkerel en echt fantastische service. En ik ben heel blij. Het was het allergoedkoopste hotel wat we konden vinden. Oprecht trouwens, like no joke. En het is super amazing. Het is het mooiste hotel ever, 2K20, hashtag subscribe. Oeh, en er is een afstandsbediening. Ja, ik was een beetje in een trollmodus, omdat ik zo lang moest wachten. Dus ik wou... Zijn bed gewoon voor een douche in het hotel. Is there a shower in the room? Yes. Hey, dit is nice. Dit is wel als je gaat vragen, is er een toilet eigenlijk? Is die er? Nee. Nee, echt? Oh my gosh, is er een toilet? Oh, die hebben we nooit gezien. Kijk, dat wordt open. Weet je waar je zelf in kunt water spoelen om het weg te kuisen? Niet waar. Kijk, eigenlijk als ik het nu heel snel doe, moet je gezicht er anders uitzien. 3, 2, 1. Het ziet er zo raar uit. Lijkt letterlijk. Ah, die laatste was. Nee, die laatste was niet helemaal lekker. Wat? Nee, joh. Wat? Ik wil alleen kijken. Nee, joh, die camera zit daar. Ik wil alleen kijken. Nee, joh. Maar de sleutel zit erin. Dat ga ik niet doen. Nee, dat ga je doen. En ook niet in de ochtend, wanneer ik er niet ben. Nee, echt niet. Dat zit er. Niet doen.
Dit is Soraya die echt heel bang is, omdat, anders, zeg maar... Anders mag jij hier blijven. Nee, niet doen. Dat moet je niet doen. Nee, maar in elke deur zit een sleutel. Nee, maar even serieus. Zie het zo, als er mensen zijn, even no joke, daar kan ik in ieder geval dat mededelen. Dat zijn niet de kamers, weet je waarom? Ja, maar luister nou. Die andere luister. Doet dat er geen sleutel. Denk aan je hartslag, rustig. Wat ik probeer aan te geven, is als die mensen daar binnen zijn, dan kan ik ze vertellen dat die sleutel daar zit. Dat is niet veilig. Wacht, laat me rustig. Nee. Jawel, Soraya, laat me rustig. Ja, maar de sleutel zit erin. Ja, zo wat misschien weten ze. Misschien willen ze die sleutel er gewoon laten. Hoezo? Iedereen welkom dan toch, als je dat zo nee, doet? Iedereen welkom. Maar dat is toch heel... Sorry, dat is niet goed. Maar luister, ik ben er om te helpen. Ik ben een... Je bent niet om te helpen. Je moet gewoon kijken. Koekeloeren. Nee, dat gaan we niet doen. Hij wil niet open. Ik heb 5 keer... Wat? Ja, maar ik heb ook gefilmd. Kijk. Die hebben we gehaald net. Nee, dat is veel interessanter. Nee, maar wacht even. Even zonder alle grappen. Waarom wordt hij niet open? Moet ik misschien andere... Misschien dat deze open wil. Ja. Sorry. Oké, ik ga het even... Ja, dat ga ik ook doen. Rustig. Helpen, oké? Okay, sorry, voordat we iets gaan doen. Ik wil even, om de hotelkamer een beetje te verkennen, wil ik 1 keer verstoppertje spelen. Dus tel tot 10. Tel tot 10. Oké. Ik wil die Job aanwezig zijn. Besef hoe lekker ik hier zit. Dit is echt de beste plek ever. Kap! Stok. Dat is een grap, want dat is een kapstok en ik deed alsof hij me irriteerde. Dus ik zei kap! Stok! Oké. Het is 1 uur s'nachts. Wat doen stoere mensen om 1 uur s'nachts? Verstoppertje. Wat doen losers om 1 uur s'nachts? Slapen! We are winners! Soraya, je hebt 10 seconden. 10! Wow, Soraya is veranderd in een kroonluchter. Dat is niet waar. Hoi, stoel, waar is Soraya? Oh my gosh, ik weet het al. Oh, gaat spotlood. Oh my gosh, ik ga mijn naam overal neerzetten zodat mensen weten dat ik hier heb geplast. Soraya, waar ben je? Ik ga je echt helemaal vinden gewoon. Ik vind het echt heel eng, hè? Is dit het moment waarop de killer met een masker komt? Dat is niet nu. Oké, okay, cool. Hey, persoon achter het gordijn die Soraya wilt zijn. Oh, kijk hoe cool. Je hebt een speaker aan, Pi. Huh? Hoi. Hoi, ben je lekker aan douchen? Nee, ik ben aan het plassen. Oeh. Oeps, beetje gemist. Bye, oh. Gelukkig is er een douche. Special effects. Oh, kijk daar. Afstandsbediening. Oké, okay, tel maar. Tel maar. 1. Nee, doe ogen dicht, jongen. Verstoppertje. 9. 8. 7. 6. Mijn plan werkt niet. 2. 1. Oh gosh. 3. Oh gosh. Ze gaat me never vinden hier, bro. Ze gaat me never vinden. Ze kijkt in de kast. Koelkast. Ze gaat me never vinden. Een feun. Zoek jij Job ook? Ik ben ook Job aan het zoeken. Hoi Job, ga even douchen. Niet doen, niet aan. Nee. Wacht, hoe doe je hem aan? Au, hij wil niet meer uit. Sorry, help. Maar, ik ga niks doen. Maar check dit. Heb je dat gezien bij die douche? Als je, ik maak serieus geen grap. Nee, ik ga je niet nat maken. Kijk nou eens even. Ja, maar ik ga het droog maken. Hoe dan? Met een handdoek. Dat is het meest briljante idee uit de volgende eeuw. Wat? Is in de gang. Nee. Jawel, joh. Nee, joh. Ja, wat? Je zegt dat het in de gang is. Dan wil ik weten. Net. Ja, die is kut. En, nog onder, joh. Onder. Nog een keer. Hoeveel sloten? Hallo? Oh. Oh, ja. How are you? Ik weet niet, ik vroeg gewoon hoe gaat het? Wat doe je think? Ah, hij is boos. Hij is een beetje boos, maar ik was een grapje aan het maken eigenlijk. Niet doen. De deur op slot. Wat zei hij? Hij zei, wat doe je think? Maar ik was oprecht gewoon aardig bedoeld, ja, hè? Ja, hij zei, wat doe je think? Wat denk je, Job? Ik weet niet. Is hij goed of niet? Nee, ik weet niet. Heb je hem gezien? Nee.
Maar ik hoorde iemand. Jij zei het alsof er een geest was. Je zei, Job. Hoor iemand. En toen dacht ik van, oh, laat me even kijken dan. En toen hoorde ik nog steeds. Hallo? Maar ik zag niemand, hè. Dus ik hoorde iets. Ik zeg, hallo. Hallo? Hij zegt, hallo. Ik zeg, how are you? Wat zei hij? Dat zei hij niet, toch? Dus, hij zei heel droog. Wat doe je, Tink? Ik denk goed nu je met mij hebt gesproken. Positive energy vibes in de building. Waar is mijn dingetje? We hebben een snack die we al heel lang willen uitproberen. Kom eens dichterbij, jij. Kom, ik bijt niet. Misschien wel, zometeen. Het zijn cards. Niet cards als in rijden, maar cards als in eten. Om te spelen. Weet het niet. Om te spelen. Ja, nee. Het is iets wat ik nog nooit eerder heb geprobeerd, want het was meestal te duur. Maar deze verkochten ze apart. Dus gewoon zeg maar 30 cent. Dat is best nice, right? Oh, er zitten er twee in. Oh, sharing is caring. Ik ben vol aan het kruimen in het bed waar ik zo meteen in moet slapen. Het is jouw kant nu. Tragisch. Oké, dit is card 1. Oh, wat staat erop? Like de video. Oh, helemaal waar. Helemaal waar. Ik heb de video geliked. Jullie ook? Doe dat. Let's go. Vanilla, white en brown. Wat? Vanilla, white en brown? Ja. Je bedoelt gewoon dat er chocola in zit? Ja, het smaakt met chocola. Of vanilla, zei ik. Je zei vanilla, white en brown. Oh, ik dacht in mijn hoofd, maar ik zei Nutella, white en brown. Oh, Nutella? Mag ik mijn koekje? Nutella? Nee, maar luister. Kijk eens achter je, Wat zie je als je achter je kijkt? Het is... Nee, niet die achter je. Als je naar buiten kijkt, wat zie je? Niks. Nee, want het is... Donker. Precies, maar let op. Oh my gosh. Oh. Huh? Oh, ja, tuurlijk. Hello, New York. Ik, New York, Duitsland. Op zich hetzelfde. Ik bedoel, alleen de nieuw is er niet. En Duitsland is York. Of York is Duitsland, bedoel ik. Hello, New York. Oh, er is een duif in die boom. Het was een fijne nacht. Ik lag met mijn hoofd op een kussen. En het was zacht. Ook had ik een soort van laken, soort van vierkant. Dat legde ik over mij heen. En dat hield mij een soort van warm. Deken noemen ze het, geloof ik. Wauw. Ja, dus nog steeds in La Duitsland. La Dutschuber in La Building. Ik heb trek. Ontbijt! Where's the breakfast? Ik heb deze twee gehaald. Allebei heb ik nog nooit geproefd. Dit is een limited special edition Sparkles Explosions TNT Run Minecraft. Wat heeft dat ermee te maken? Dit is Kellogg's Limited Edition. Lama met zonnebril. Gangster. En dit zijn Lion cereals. Die zijn er al een tijdje, maar ik wou die heel graag proeven. Want ik ben een lion. Dat lijkt op een lion die zich niet zo lekker voelt. In ieder geval, het ding is, ik wil ze eten, maar ik heb geen melk. En ja, we weten natuurlijk allemaal dat er een aantal wetten zijn in het leven. Zoals niet stelen, geen dingen kapot maken, maar ook geen cereal zonder melk. Dus ja, ik ga de wet overtreden, I guess. Ik ben zo klein dat ik gewoon in beeld blijf terwijl ik hier zit. Het is amazing. Lion! Lion! Oh my gosh. It's the fresh smell of chocolaté. Dat is chocolade. Ik probeerde het slimmer te zeggen dan ik ben. Oké, ik moet zeggen, het ruikt delicious. Voordeel 1, het is amazing. Voordeel 2, heel de vloer heeft ook te eten. Ik moet dat opruimen. Ha! Eerlijk gezegd, je kunt cornflakes ook gewoon eten als een soort van snack. Zonder melk, just. Ik heb een ochtendkil. Ken je dat niet? Een ochtendkil. Gewoon een kil in de ochtend. Droog, viezig, ruw. Ik heb mijn tanden gepoetst trouwens. Echt, dat is het eerste wat ik doe. Feitjes met het sugar. Als ik wakker ben, ik heb een soort van iets in mijn hoofd wat mij zegt. Je moet binnen 2 minuten je tanden hebben gepoetst. Dus als je een jongen in een Spider-Man onderbroek... Ja, want hij zit lekker. Keihard naar een badkamer ziet rennen. Weet dan dat de Dutchtuber is die zijn gebit moet kuisen. En zo naar België. Ik weet nog, toen Soraya de allereerste keer zei... Hey, kun je dat even kuisen? Ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht van, ze wil dat ik iemand vermoord. Nee, wil je dat even kuisen? Kuisen? Met mijn tong? Joh, weet je wel wat kuisen is? Weet ik wel wat kuisen? Kuisen, tuurlijk kuisen. Ja, nee. Wat is kuisen? Toen kwam ik er dus achter, kuisen is schoonmaken. Nog zo'n moment is dat Soraya tegen mij zei, hey, kun je deze even in de priezer stoppen? In de priezer? Waar moet ik hem in stoppen? Ja, grappig. In de priezer. Job, stop hem even in de priezer. Mijn telefoon is bijna leeg. Je telefoon is bijna leeg. Kun je hem dan niet beter in de stekker doen? Dat zeg ik. Stop hem in de priezer. Priezer. Priezer is stekker? Ja. Nou, niet stekker, maar stopcontact. Hey, ik heb een stopcontact. Ga je zo door, bro. Ik stopcontact. Woo!
Ik denk echt dat Hult Hotel mij hier nooit meer wilt hebben. Daarover gesproken, ik heb een kortingscode ontvangen voor een nieuwe boeking. Want ik stond om 12 uur 's nachts buiten. Het was eigenlijk best wel leuk. Dus het hoeft niet per se. Maar thank you. Naar welk land moet ik nog meer? Dutch Uber in Japan. China, Paris, is geen land. France wel. Woe. Oh ja, trouwens, ik ruim dat zo meteen op, no worries. Als iemand dit zou zien, zouden ze denken dat Garfield op deze hotelkamer heeft gezeten. Garfield is cool, de kat, oranje, en hij houdt van lasagne. Ik ook. Ja, maar ik ben geen oranje kat. Sst, niemand mag het weten. In ieder geval... Kom op nou, ga weg daar. Oh, sorry, dat was te hard. Bottle flip challenge in 3, 2, 1... Even without jokes nou? Oké, kom aan. Of moet hij een beetje leeg zijn? Oké, wacht. Bruh. We out here, Germany style, bottle flip challenge 1.0. 0.3, 4, 5, 6, let's go. Bijna. Almost. Yes! Heb je lekker gedoucht? Ja, lekker gedoucht. Ik heb daar geplast, hè, waar jij nu bent. Oh, ik ook. Bij mij was het paars, hè, vandaag. Bij mij was het roze. Was hij bij jou roze? Ja. Voor mij was... stom en paars. Ja, bel jij de huisarts maar. Oké. Okay. World record drinking water. Een halve liter water in 16 seconden. Hoeveel is dit? Een halve liter water. Oh nee, in 2 seconden. Oh, dat is wel iets. Dat is wel iets minder. Ik denk al 16 seconden is gewoon rustig drinken. Hé, ik ga dit winnen. Ja. Moedig maar, moedig maar. Gaat sowieso lukken. Zwaai eens. Ja, daar ben je. Oh, het is een hand. Doe eens, duimpie. 1 seconde, 93. Dus laten we afronden, 2 seconden is het wereldrecord. Ga ik het halen? Nee. Kom op bro, ga ik het halen? Nee. Echt niet? Hoe lang? 2 seconden. Nee, tuurlijk niet. Ik doe het in 1. Oké, doe maar. Oké, wacht, oké. Zeg maar als ik moet. 3, 2, 1, nu! Oh, je gezin met de camera. Oh my god. Oh my god. Je hebt hetzelfde kus. Wat zei je? De toilet kamer gekwetst. Oh my gosh. Hey, maar hij is wel bijna leeg. Ja, maar je bijna alles op de grond hebt gegooid. Ja, maar hé, maar dat was heel raar. Het leek echt alsof hij explodeerde. En ik deed het niet eens expres. Ik denk van als ik hem heel hard druk, dan spuit hij mijn keelgat in. Oh, joh, de muur ook. Oké, wacht, ik heb nog een beetje, dus die doen we wel even legitiem. Ah, het is veel te koud. Heb je hem in de koelkast gezet? Ja, je hebt hem zelf uit de koelkast gehaald. Baanbrekend. iPhone 8 is waterdicht, toch? Nee. Hoezo nee? Is die niet waterdicht? Weet ik niet. Siri, vertel een mop. Hij is niet kapot, toch? Hoe noem je een pratende dinosaurus? Een thesaurus. Ah, hij is niet kapot, dan zijn ze rotgrappen. Hoe zou je ineens dat Siri kan praten? Mopkapje. Vroeg je me nou echt sinds wanneer ik weet dat Siri kan praten? Nee. De hele dag vertel ik je, hey Siri heeft leuke mop. En jij zegt, Ja, ik praat altijd tegen Siri, maar ik heb nog nooit gevraagd voor een mop. Nee, maar jij bent ook gewoon, jij snapt het leven niet. Wacht, nog een keer. Siri, vertel een mop. Twee iPhones komen elkaar tegen, zegt de ene iPhone tegen de andere. Ik ben hem vergeten. Jongen. Waar is lekkere braadworst te eten? Kijk hier eens naar. Hij stuurt me naar een braadworstcafé hier 5 kilometer vandaan. 5 kilometer. Nou, let's walk bro. Oké, Soraya, hoe snel denk je dat ik koffie kan zetten? Het hele waterkookproces, water hierin doen, alles. Gewoon, let's go. Waar is die knop? Waar is de knop, Soraya? Oh, hij moet in het stopcontact. Oké. Oh yes. Oh, hij maakt wel heel veel geluid. Hij gaat niet exploderen, toch? Ik denk het wel. Explosie! Pooh. Oeh, lekker man. Ik lust geen eens koffie. Ik kan niet tegen cafeïne. Maar dit is een good morning. Wacht, hé, dit ruikt naar choco. Maar er staat 3-in-1 classic. En wat is dit dan? Sugar in the coffee is amazing because it, you know, it upgrades the taste. Whip. Zo. Het is een beetje nat. Ik weet het. Ik ga het opruimen. In ieder geval, ik voel me nu zo'n oude man die gaat uitleggen hoe het vroeger allemaal beter was. Aan de hand van een kopje koffie. Let's go. Ah! Ah! Heet! Was heet! Het is heet. Je verbrandt heel je verhemelte. Maar neem nog een slok. Gotta take the risks in life, bro. Let's go. Vroeger hadden ze maar 2 soorten chippies. Dus kiezen was niet lastig. Dat is een oude mannenpraat, joh. Wat praat jij altijd in de winkel? We got some company over there, bro. Someone likes the cereal. His name is Wesp. Wesp in the building, bro. Oké, wacht. Ik ga hem John Cena, Soraya. Hier, film. Jawel, ik ga hem John Cena. Hij is daar. Ik heb dat, hè. Zeg maar, sommige mensen die willen hem dan echt afmaken. Maar ik vind het een soort van cute, Soraya. Kijk, hij zit. Kijk hem dan. Kleine duivel. Rustig. Kalm, hè, bro. Nee, dat moet je niet. Nee, maar ik laat hem vrij. Rustig. Nee, kalm. Hij gaat je aanvallen. Nee. We friends. We go way back. Hij wordt al een beetje boos, man. Oké, hij is niet meer cute nu. Rustig, bro. Hij komt je kant op. Nee, wacht. Ik wil hem buiten hebben. Je mag ze hebben. Kalm. Je mag ze hebben. Van mij allemaal. Hij is op de kussen. Wat doet hij daar? Hij wil slapen, joh. Jij hebt niet tot 12 uur in de nacht gewacht. Maar zeg ze ook. Het is eng, maar als jij gewoon hem gerust laat, gaat hij ook niet te doen. Maar dat wil ik niet. Wegwezen jij. Ah, je bent op zich best schattig. Maar ik wil je ook wel afmaken, want je bent pijnlijk als je steekt.
Oh my gosh. Ik wil hem een kusje geven, dan hij is te klein. Zullen we knuffelen? Hey, daar heb ik soms eens een raar misschien om te zeggen, maar ik dacht van stel voor een insect is gewoon echt 1000 keer zo groot. Dan kun je letterlijk met hem knuffelen, want waarschijnlijk is hij heel zacht. Ik denk als een insect 1000 keer zo groot dat hij super eng is, hè? En dat hij je hoofd eraf bijt. Nou ja, je hebt helemaal mijn droom verpest. Kijk hem mis. Ja, oké, nu wordt het weer moeilijk. Hier, hier. Oh my gosh. Hij is weg. Ik leg het eten voor hem neer. Nou, dan niet, hè? Ja, ik ga mijn wespie missen. Like voor meer vlogs, meer avontuur en meer koekjes. Hey, ik heb alle koekjes opgegeten. Dus doe even een like om me te helpen. Adios.